Oh, hij is niet. Oh ja. Goedemorgen. Het is vandaag. Welke dag is het eigenlijk? Woensdag toch? Woensdag. Ja. Het is woensdag. Wij hebben net heerlijk ontbeten. We zijn wakker. En ik wou nu gewoon gaan douchen en zo. Alleen we hebben nog geen shampoo. Dus ik dacht, nee, dan was ik mijn haar niet. Maar we gaan toch nog even naar de supermarkt die hier heel dichtbij zit. Lopen even heen. Even dat soort. Dylan moet nog een tandenborstel hebben. Is die vergeten? We zijn shampoo en zo vergeten, dus we willen dat gewoon even gewoon voor een goedkoop prijsje even halen. Dat we het hier eventueel desnoods kunnen laten of zo. Dus dat is even wat we nu gaan doen. Daarna gaan we rustig klaarmaken. Het is vandaag natuurlijk 1 januari. En dat betekent ook dat er heel veel niet open is. Dus we kunnen gewoon rustig aandoen vandaag. We gaan lekker foto's maken, lekker shooten. We hebben ook een camera mee, die is van mijn vader geweest. Of nou, die is officieel nog van mijn vader. Maar die hebben we meegenomen. En daar gaan we hele toffe foto's mee proberen te maken. Dus we doen een outfit natuurlijk aan. En waarschijnlijk nemen we er nog één mee. En dan zien we het wel. Wat vandaag brengt. En we gaan weer lekker lopen. Want daar hadden we wel zin in. Het is iets grauwer dan... Of nee, iets. Het is best wel een stuk grauwer dan gisteren. Maar niet echt dat donkere weer. Dus dat scheelt. Dus ja. Oh, ik zou ook even mijn broekje laten zien die ik gisteren heb gekocht, want die heb ik nu aan. Want ik liep eerst in mijn trainingspak, alleen als we toch even naar de supermarkt moeten, moet ik even een normale broek aan. Niet dat ik er heel vloeiend om uitzie. Maar deze hoodie gewoon, dan deze broek. En het is dus zo'n blokjespatroon. Hij is van de Zara. Hij was nu echt voor 13 euro in de sale, heel leuk. Dus ik heb een gele sokken eroverheen en mijn Nike's. Hoi. Ziet er alsnog uit als een kamper, maar oké. Okay. Nee, weet je, een lekkere shonny. Een lekkere hoi. Dus dat, we gaan nu even, Dylan moet nog even wat regelen op de telefoon. En dan gaan we naar de supermarkt. God, hoe heb je dat stuk dicht gedaan, joh? Je had hem te ver doorgeduwd. Oh, nou ik dacht dat die wordt boos. Zo, nou we zijn, ik ben een beetje overbelicht. Nou, top. In ieder geval, ben je klaargemaakt? Ik heb nu ook de nieuwe foundation en concealer en oogschaduw gebruikt. En ik ben echt helemaal fan, ik vind hem echt top. Kleur is ook redelijk goed. Dus dat is fijn. We hebben ons aangekleed. Laat ik outfit zien. Ja, kan wel. Ik heb een baret op van de H&M. Colletje is van Pieces of zo, maar is gewoon een zwart colletje. Niet heel interessant. Deze jurk van Weekday. Deze hele toffe riem heb ik in zilver gescoord bij Bershka. Dan gewoon een panty en mijn Zara boot. Dus dat is de outfit. We nemen ook nog iets mee. Voor de tweede... Oh ja, Dylan wil ook zijn. Oké. Okay. Een bril, de Specsavers, een colletje, weet ik niet waarvan, de CNA. CNA of zo, ja. Een shirtje, een broekje. Laat de achterkant van je shirt zien. Nee, shirt van Essentieel Antwerp. Zijn pantalon is van Topshop. Sokken van Essentieel Antwerp en zijn Balenciaga. Een smoes. Lekker lookie. Een brilletje. En ik heb gisteren deze gold. Ja, heel leuk. Ja. Heel leuk petje. Ga ik omzetten nu? Nee, want je haar is net gedaan. Dat wil ik wel eens. Maar we hebben er een foto van gemaakt. Oh, dus en? Serie van Essentieel. En dus dat zijn de outfits. Oh, deze moet ik even meenemen. Ik kan van Stasje, want we nemen even een extra outfitje mee. Oh, ik heb helemaal niks extra's mee bedenkt nu. Ja, ik twijfel ook echt of ik dat wil doen. Oh. Oh. Maar ik kan deze gewoon uittrekken. Ja, daarom. Maar ik zat te denken, want we en kunnen ook... En nog eentje met een jas. Want morgen kunnen die camera ook gewoon nog weer meenemen. Ja. Dus nee, anders moet ik weer zeulen. Nee, ik hou gewoon lekker deze lookoe aan. Ja, nou, het topverhaal, heel interessant voor jullie ook. We zijn eindelijk klaar. We hebben allebei lekker gedoucht en we zijn naar de supermarkt nog geweest. Ik kan wel deze misschien nog meenemen. Ja, dat kan. Of je het een andere keer aan. Oh nee, deze moet ik doen met mijn... Hoe heet het? Mijn Calvin shirt met lange mouwen eronder. Oh, dat is leuk. Ja, dat is tof. Ja, en maar dan heb je gewoon... mijn Calvin shirt nu meenemen. Voor een close-up foto of zo. Ja, ja, maar die staat er weer echt niet bij je pantalon. Nee, klopt. Oké. Okay. Doe gewoon één outfit. Oké, okay. Stress. Oké, okay. Maar het is nu 12 uur. We zijn eindelijk klaar. Maar we waren bij de supermarkt geweest. Hebben shampoo gehaald, douchegel. We hebben lekker gedoucht. Weer helemaal fris en fresh. En voor mijn ontbijt hebben we ook nog wat gehaald. Ja, we hadden dus ontbijt. En het is best wel gewoon eentonig. Je krijgt wat prima is. Het is een croissantje, stokbrood. Een stokbrood en vier soorten jam en een koffie. En boter. En boter. Maar Dylan die zei al, ik ga het echt niet 4 dagen achter elkaar
alleen maar jam op mijn brood eten. Dus ze hebben heel simpel kruidenboterbolletjes, blokjes gehaald. En die kan je dan op je brood doen. Dus voor die... mij, want jij wilde niet. Nou, ik ga het ook gewoon stiekem eten hoor. Hadden we net zo op die grote kunnen halen hoor. Nee, we hebben hier echt zat aan. Oh, je hebt nog maar 3 keer ontbijt. Daarom. Oké, nou, top. We nemen jullie weer mee vandaag. Deze neem ik wel mee. De koffie is al op. Oh, je hebt hem nog niet op. Nee, ik wel. Maar we hebben even koffie gedronken bij de McDonald's van McCafé en een heerlijke croissant donut. Super lekker. Dylan gooit het nu weg. En we hebben ook net, terwijl we hier zaten, even onze reis gestippeld. En we gaan nu met de metro naar de Eiffeltoren, want het is echt veel te ver lopen. Dus we gaan even dat doen. Moet je dit bonnetje nog bewaren? Okay. Dus nu gaan we naar de Eiffeltoren lopen. En het is echt heel koud vandaag. Maar we mogen niet klagen, want gisteren hadden we prachtig weer. Wij zijn in het metrostation. We liepen naar beneden en we hoorden hem gaan. Oh, daar gaat de metro. Maar we moeten nu 6 minuutjes wachten of zo. Dus dat is prima. En dan naar de Eiffeltoren. Dan moet je nog 10 minuutjes lopen of zo, toch? Hoi. We gaan bestemmen op attentie. Ja, nou ja, we gaan dus in de metro dan nog 10 minuutjes lopen of zo. Dan zijn we er echt op. We komen aan bij de Eiffeltoren. Zie me voor de helft. Ik zie hem gewoon niet meer. Te grappig. Nou ja, oké, hoi. Tada, we zijn er. En nou, je ziet dus, we zien de helft. Maar het is wel echt heel mooi vanaf hier. Dus het is wel echt leuk om te zien. En vooral omdat het voor mij echt de eerste keer Parijs is, vind ik het heel erg leuk. Dus, oh ja, het is ook lekker druk hier. Maar het is wel genieten hoor, dat ze hier zijn. Maar ook een beetje heel ziek, een beetje moe. Look waar we zijn. We lopen nu inmiddels alweer weg. We moeten echt plassen. Dus we gaan een McDonald's even opzoeken om te plassen. En we hebben net even Insta-foto's gemaakt. Dus voor mij van beide wel echt heel tof geworden. En nu gewoon lekker eten. En ook nog, moet ook gebeuren. Het is inmiddels al 3 uur of zo, denk ik. Ja, zo. Dus wie weet komen we nog wat leuke winkeltjes tegen. En ik zie heel veel mensen met een Disney Store tas lopen hier. Dus ik hoop eigenlijk een beetje dat hij hier in de buurt is. Want ik wil er nu binnen. Dus dat. Hoe vind jij het allemaal? Koud en je moet plassen. Het is echt heel koud, ja. Maar het is wel mooi. Het is echt heel, het is ook heel druk wel. Maar ja, wat wil je op 1 januari in Parijs, in de kerstvakantie, hè? Dus nou oké, okay, die camera die gaat nog een keer dood in mijn hand ook, dus jullie snel. Zo, eten is al bijna op, maar we hebben lekker lasagne gegeten. Zo, een paar koude minuten later na het eten. We hebben echt heerlijk gegeten. En het viel ons echt heel erg mee, want ik had echt heel veel honger. Dus ik dacht, ja, het maakt me echt geen reet uit nu meer waar ik zit en hoe duur het is. Dus we zaten echt precies naast het Louvre. Ja, nou, tegenover eigenlijk. Ja. En groot. Ik weet niet wat de auto gaat doen. De auto geeft je richting aan. Godverdurie. Jij bent echt een rare vent. Hij ligt naar links, maar gaat naar rechts. Ja, dat vind ik bijzonder. Dat zou echt jij zijn achter het stuur. Ga hier naar rechts. Nee, andere rechts. Oh. Oh ja. Klopt. Dus, maar er zat echt tegenover het Louvre. Maar we hadden allebei een lasagne en een echt hele grote cola. Ik had zalm lasagne. We hadden niet dezelfde lasagne. Nee, je had inderdaad zalm. Ik had bonbon gnaise. Oh yeah. Maar het was rond de 40 euro, dus dat vind ik op zich voor tegenover het Louvre zitten en nou, dat vind ik best oké. Okay. Grote cola, dat is gewoon een blikje cola. Echt? Ja. Oh, hij leek 30 centiliter. Oh, hij leek heel groot. En een flesje. Oh, hij leek heel groot. En we zijn nu op aan het lopen naar het hotel, ja, want er is verder gewoon echt niks open. Geen winkels, niks, want het is natuurlijk 1 januari wat logisch is. Dus toen dachten we, nou, dan gaan we lekker naar het hotel. Daar chillen, omdat we hebben echt om 4 uur geluncht. Ja, of zo. Het is nu 5 uur. Oh, het is nu 5 uur. Dus we hebben nog niet echt zin in avondeten, dus dan gaan we op het hotel zitten. Op het hotel zitten, dat is een beetje raar. Nou, een beetje koud. Op bed in het hotel. Zitten, chillen en dan straks even kijken wat we gaan eten.
Maar waarschijnlijk gewoon een lekkere simpele hap. Mackie. Ja. Probably. En, maar het, trouwens, het lopen nu was net zo lang als met het openbaar vervoer. Dus vandaar dat we dachten, nou gaan we lopen. Scheelt weer geld. Nu heb je weer die 1,20 of zo, 1,60. Het is niet duur. De metro, maar dat maakt niet uit. Nee, maar jij hebt nu weer genoeg gegeten dat je weer kunt lopen. Ja, dus dat klopt. We moeten er aflopen. Ja, even de dikheid. Ja, en we wilden toch foto's maken, maar... Wat is dit? Het lijkt een soort van telefooncel wat niet meer is. Oké, random. Nou, wij gaan lekker lopen. Het is koud. Wat ik dus wilde zeggen, we wilden toch foto's maken vandaag, maar die camerabatterij bleek leeg te zijn. Zoiets voor ons. En het was toch schemerig weer, dus op zich. Ja, we hadden inderdaad dus de camera meegenomen. Wat ik heel leuk had verteld. We hadden foto's maken, blablabla. Leuk, hey, tof. Hey. Ding leeg. Ik wou echt een foto maken van een heel leuk soort café. Ja, een soort leuk eetentje, leuk bordje hing buiten met een mooi gebouw. Ik dacht, oh, een toffe, leuke foto. Geen... Nou, is het... Een fromage. Een fromagerie. Oh ja, dat is kaas natuurlijk. Ja. Oh ja. Yeah. Nou, daar wou ik een foto maken. Batterij leeg. We hadden het ding nog niet eens aangedaan. Dus dat was echt even helemaal kut. Dus nu gaan we opladen en de extra batterij volgende keer meenemen. Dat is misschien wat slimmer. Oké, mijn arm wordt nu echt lam. Oh my god.